Welkom bij Ingezoomd. Vandaag praten we over bekkenproblematiek bij vrouwen. En dat doe ik met een aantal mensen hier aan tafel. En ze mogen zichzelf voorstellen. Ik ben Jacqueline van de Bilt. Ik begeleid sinds 2006 vrouwen met vaginisme en pijn bij het vrijen. En heb mijn boek geschreven Overwin je vaginisme. Oké. Ik ben Jeroen Dijkstra, als gynaecoloog en medisch seksoloog verbonden aan de Isla hier in Zwolle. Ja. Ik ben Karen Beverdam, ik ben bekkenfysiotherapeut en begeleid mannen en vrouwen met bekkenbodem en bekkenproblemen. Oké. Nou, dat is helder, lijkt mij. Ja, we noemden het net al, hè? Vaginisme, pijn bij het vrijen, dat zijn toch wel onderwerpen waar je niet zo makkelijk over praat. Wat merken jullie daarvan in de praktijk? Jacqueline? Wat ik daarvan merk is dat de drempel enorm hoog is om überhaupt maar hulp te zoeken. Ja. Mijn achtergrond is zelf dat ik vaginisme had. Ja. En voor mij was het ook heel erg moeilijk om ergens hulp te vinden. En de hulp waarvan ik dacht dat die mij werkelijk zou kunnen helpen. En dat merk ik bij de vrouwen die bij mij komen ook, dat de drempel enorm hoog is. De schaamte op het onderwerp is, is gewoon heel erg groot. Ja. Oké. Merken jullie dat ook? Dat taboe? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ik denk dat vrouwen erg lang doorgaan met aanmodderen rondom vrijen, rondom seksualiteit. Voordat ze inderdaad de drempel overgaan en hulp zoeken. Dus ik ben heel blij dat dat nu in het voetlicht komt. Oké, ja. Mooi. Ja. Ja, klopt. En ik denk dat dat niet alleen voor patiënten geldt, maar ook zelfs voor dokters. Ja. Dat veel dokters het ook lastig vinden om over het onderwerp te praten. Terwijl veel patiënten juist wel hopen dat een dokter erover begint, of het nou een specialist is of een huisarts. En dat maakt dat er, denk ik, veel vrouwen pas later hulp krijgen die ze nodig hebben. Ja, dat is lastig. Ja. Als vrouwen het al niet durven bespreken. Is het wel bespreekbaar, denken jullie, met hun partners? Dat merk je dan? Nee, dat vrouwen dat ook lastig vinden, om dat met hun partner te bespreken, dat het gewoon pijn doet of dat het gewoon niet lukt. Ik vergeet niet dat anno 2016 seks iets lijkt waar geen taboe meer op heerst. We worden overspoeld in de media. Elk tijdschrift wat je overslaat, staat wel iets in over seksualiteit. Maar echt praten over seksualiteit vinden veel mensen, zelfs met hun partner, moeilijk. Ja. En hoe kunnen jullie daar iets aan doen? Bespreekbaar maken. Bespreekbaar maken en toch proberen of ze die partner meenemen naar de praktijk. Wat ik merk is dat meestal komen de vrouwen bij mij eerst alleen en vinden dat al super spannend. En ik vraag eigenlijk altijd of dat na het derde gesprek of dat de man meekomt, omdat ik een beetje wil zien wat voor vlees ik in de kuip heb, zeg maar. Een man, of dat hij een beetje meewerkt, wat zijn achtergronden zijn, of dat hij een beetje kan invoelen bij de vrouw, zeg maar, wat ik van hem kan verwachten. Ja. En wat ik merk is dat die mannen vaak nog zenuwachtiger zijn dan die vrouwen. En dat bij het weggaan vraag ik vaak van, goh, hoe vond je het? Nou, dat viel het vaak wel mee. Ja. Ik was toch minder beangstigend dan de mannen vaak dachten. En dat ze juist zoiets hebben, met de uitleg die je geeft, begrijp ik het eigenlijk veel beter. Omdat veel mannen het toch lastig vinden om te begrijpen, want ze horen om hun heen, alle vrienden doen het, dus waarom kan hun vriendin het dan niet? Nee. En door mijn uitleg, zeg maar, is dat toch vaak meer, is er meer inlevingsvermogen gekomen door die mannen. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Ja. Want kennis is ook heel belangrijk, denk ik. Hè? Dan kijk ik Karen even aan. Ik kan me zo voorstellen dat veel vrouwen hun eigen lichaam niet eens heel goed kennen. Nee. Maar ik wil even een uitleg van, misschien van dokter Dijkstra. Wat is nu vaginisme en wanneer heet het pijn bij het vrijen? Ja. Vaginisme, of ook wel vaginistisch reageren, betekent eigenlijk dat er niks in de schede wil, ondanks dat de vrouw dat zelf wel wil. En dat betekent dat de gemeenschap bijvoorbeeld niet lukt, maar dat het ook niet lukt om een vinger in te brengen of bijvoorbeeld een tampon in te brengen. Nou, en waarom maak ik nou dat verschil tussen vaginisme en vaginistisch reageren? De reden dat er niks naar binnen wil, heeft te maken met die bekkenbodem. En daarom dat we ook samen natuurlijk aan tafel zitten. Ja. Die bekkenbodem die gaat, zonder dat die vrouw dat zelf doorheeft, op slot. En om te kijken naar oorzaken van vaginisme, moet je kijken waarom gaat die bekkenbodem op slot. En dat kan weer een hoop verschillende oorzaken hebben. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met een stuk angst. Bang voor wat er gaat gebeuren. Bang dat het te nauw is als de eerste pogingen tot gemeenschap worden gedaan. Of bang dat de penis te groot is. Maar het kan ook te maken hebben met pijn. Dat bijvoorbeeld de eerste pogingen zo pijnlijk zijn geweest. En dat daarna iedere keer als er wat naar binnen gaat, die pijn weer terugkomt. En dan leidt tot het onbewust aanspannen van die spieren van de bekkenbodem. Oké, maar die pijn, kan dat ook aan de huid liggen? Ik bedoel, het is een hele kwetsbaar gebied daar. Hè? Ja, ja, absoluut. Ja. En vandaar ook die term vaginistisch reageren. Dus dan is eigenlijk het belangrijkste probleem is de pijn. En bijvoorbeeld omdat de huid inderdaad bij de ingang van de schede gevoelig is geraakt. En dat kan komen door infecties. Dat kan komen doordat er een soort schaafwondjes bij de ingang van de schede zitten. Die elke keer als die wondjes aangeraakt worden leiden tot weer een reactie in die bekkenbodem. Dus elke keer als er dan weer gepoogd wordt om gemeenschap te hebben... Ja, dan ontstaat die pijn opnieuw en ontstaat ook weer die reactie in die bekkenbodem opnieuw. Ja, dus dat blijft een cirkeltje. Het blijft gewoon een cirkel waar ze daar maar niet uitkomen. Ja. Ja. En hoe kun je dat nou doorbreken dan? Hoe... Nou, dat begint denk ik met, waar we het net al over hadden, het onderkennen dat er een probleem is. Of in eerste instantie kijken of het als probleem ervaren wordt. Want vergeet niet dat voor het prettig kunnen hebben van seks gemeenschap niet per se nodig is. En daar begint het soms al mee. Als dat natuurlijk iets is wat heel erg in je gedachten zit, omdat je dat mee hebt gekregen in je opvoeding bijvoorbeeld, of omdat je dat hoort van vrienden of vriendinnen om je heen, dat je per se gemeenschap moet hebben om plezierig seks te kunnen hebben. En dat lukt niet, omdat je pijn hebt of omdat die bekkenbodem op slot gaat. Ja, dan blijf je dus in die cirkel zitten. Dus het begint al met een stukje uitleg. En ik denk dat dat weer heel erg te maken heeft met veiligheid, je veilig voelen. Op het moment dat je iedere keer als jij vrijt denkt aan pijn en je daardoor dus eigenlijk onveilig voelt, ja, moet je dat eerst doorbreken voordat je een volgende stap kunt zetten. Ja. En daar heb je dus eigenlijk professionele hulp voor nodig, begrijp ik dat goed? Ja. 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 Ja, misschien is het ook wel goed om daar nog op aan te vullen dat je, juist als je vrijt met pijn, dat je zin in seks ook gewoon heel erg afneemt. Ja, klopt. Dat is natuurlijk ook een onderliggend probleem. Dat is natuurlijk ook weer die cirkel waar je in zit. Van het een kom je in het ander en je raakt op een gegeven moment in zo'n soort van fuik, lijkt mij dan. Dat je enorm vicieuze cirkel. Ja. Ja, ja. Maar u had het in een voorgesprek over een 4-sporenbeleid. Dat vind ik wel een hele belangrijke om... Nou, met dat 4-sporenbeleid bedoel ik eigenlijk, je moet natuurlijk... beginnen met goed in kaart brengen welke problemen spelen er nu eigenlijk mee. Wat wordt er als probleem ervaren? En daarvoor kijk ik eigenlijk altijd naar en die huid en naar de bekkenbodem en naar de manier van vrijen. Dus hoe ga je samen om met seksualiteit? Komen we weer op die partner waar we het net al over hadden. Als je een probleem hebt bij het vrijen en je hebt een relatie, dan heb je dat in principe altijd samen. Dus ergens in dat traject moet inderdaad die partner betrokken worden. Je kunt dat probleem niet alleen oplossen. En dat 4e spoor is de algehele spanning. Zit er veel spanning in je hele lichaam, om wat voor reden dan ook, ja, dan kan die spanning ook weer in je bekkenbodem terugkomen. Denk aan vrouwen die ooit iets vervelends hebben meegemaakt op seksueel gebied. Dat komt er nog steeds helaas veel voor. Moet ik dan denken aan verkrachting? Dat kan, verkrachting of incest, aanranding. Ja. Het hoeft niet altijd trouwens, hè, want het is, ik maak ook vaak genoeg mee dat vrouwen bij mij komen en beginnen met ja, maar ik heb nooit iets vervelends meegemaakt. Nee, het hoeft niet, maar je moet op zijn minst een keer daarna vragen om, met dat om dat uit te sluiten. Ja, precies, uit te sluiten. Precies. En hoe hebben ze het ook weer meegekregen van hun moeder misschien of van vriendinnen? Hè? Ja. Want ik kan me voorstellen dat dat doorgegeven wordt, gewoon het beeld over seks of... Precies. Hoe dat gaat of... Ja, dat zit weer in dat stukje seks en seksuele relatie. Hoe ga je er samen mee om? Wat is de rol van seksualiteit? Ja. Is het iets wat je als plezierig kunt beleven? Of heb je dat van huis uit meegekregen als iets wat vies is? Of waar je niet van mag genieten bijvoorbeeld? Ja, dan is elke keer als je probeert seks te hebben, wat voor manier dat dan ook is, levert iets heel negatiefs op. Ja. Daardoor weer spanning, daardoor weer meer spanning in de bekkenbodem. En dan zitten we weer in een vicieuze cirkel. Weer rond. Ja, dus, ik denk dat dat ook zo ontzettend belangrijk is en daarom zitten we samen aan tafel. Dat dit per definitie iets is wat je met z'n allen, vooral met de patiënt, maar ook met een specialist, een bekkenfysiotherapeut en zo nodig ook andere specialisten moet oplossen. Ja. Ik wil even door naar Karen. Nu we toch bezig zijn met het analyseren, lijkt het mij heel goed om dat model wat je hier hebt liggen van de bekkenbodem, om dat eens uit te leggen. Hoe werkt dat? Want ook plassen poepen heeft er wel mee te maken, hè? Ja, ik heb een model meegenomen van een bekken. Alles wat zeg maar licht van kleur is, dat zijn de bottige delen van het bekken. En de dat hele rode stuk hieronder, dat is een en al bekkenbodem. En dat zijn spieren, hè? Bekkenbodem, dit is een spierlaag. Ja. Ja, en waar de kringspieren, de vagina, of de plasbuis, de vagina en de anus zijn onderdelen van de bekkenbodem. Ja. En ook de clitoris zit in de bekkenbodem. Mm-hmm. Bij poepen en plassen is het van belang dat de bekkenbodem op het toilet goed kan ontspannen. Mm-hmm. En de bekkenbodem heeft nog een andere belangrijke taak, dat je je buikdruk tegen kunt houden als je moet hoesten, als je moet tillen. Okay, ja. Zeg maar preventie van verzakkingen, ja, ook. Als je een wind op wil houden, plas op wil houden. Ja. Nou, en waar we het nu over hebben, als je gemeenschap wil hebben of als je een tampon in zou willen brengen, mm-hmm, dan moet ook je bekkenbodem voldoende kunnen ontspannen om doorgang te verlenen. Om dat te kunnen doen. Ja, ja. En nou, dat is de rol van de bekkenbodem. Mm-hmm. En soms hebben vrouwen helemaal niet door dat de bekkenbodem veel te strak staat. Nee. Omdat dat voor hun de normale gang van zaken is. Hè? Wat is het eikpunt? Ja. Ja, je kent alleen maar je eigen bekkenbodem. En je hebt geen idee dat die misschien niet helemaal ontspant. Mm-hmm. Nou, dat is een stuk waar mijn werk zich dan voor een groot deel mee bezighoudt. Ja, spierspanning reguleren. Dat is ook het uitleggen van inderdaad aan de hand van zo'n model van hoe... Ja. Welke houding, hè? Want houding is ook belangrijk bij toiletbezoek. Ja, nou waar ik als een vrouw kom met vaginisme of vaginistisch reageren of met pijn bij vrijen, mm-hmm, dan ga ik altijd na hoe gaat het met poepen, hoe gaat het met plassen, hoe gaat het dagelijks leven in relatie tot die bekkenbodemspierspanning. Mm-hmm. En daar komt natuurlijk aan bod het poepen en het plassen. Ja. Ik laat ook altijd het andere model zien, dat kan ik nu ook even doen. Ja. Waarin je heel mooi ziet, ik weet niet of dat zo goed op de camera zit. Ik denk dat dat wel, ja, dat lukt. Onderaan die rode laag die hieronder doorloopt, is een schematische weergave van wat je hier net op het model zag. Spierlaag, bekkenbodem. Ja. En daarboven zie je de blaas, dit is de baarmoeder met de vagina. Mm-hmm. En de darm die loopt hierachter met de anale kringspier heel dik weergegeven. Mm-hmm. En dan zie je ook dat de organen zitten daar heel dicht bij elkaar. Dus stel nou dat je iemand bent die maar 2 keer op een dag gaat plassen. Mm-hmm. Hè, en je blaas kan heel veel urine bevatten en spierspanning is dan kan heel erg hoog zijn. Mm-hmm. Dat blaasgedrag en hoe is het met de ontlasting, dat kan wel van invloed zijn op het kunnen ontspannen van je bekkenbodem. Mm-hmm. Maar ook omgekeerd. Als je een aangespannen bekkenbodem hebt, kan dat ook weer leiden tot plasklachten. Kan ook nog leiden tot heel vaak moeten plassen. Ja. Dus houding is ook wel heel belangrijk daarbij. Ja, toilethouding, toiletgedrag, frequentie van naar de wc gaan. Heb je rust op het toilet? Dat gehaast en geren en gevlieg, daar moeten we met z'n allen ook van af. Even snel. Ja, even snel, dat moeten we niet willen. Even snel ontspannen, dat hoort niet bij elkaar. Nee. Dus ik streef in mijn werk in eerste instantie naar normaliseren van poepen en plassen en spierspanning in dagelijks leven. Daar begin ik eigenlijk altijd. Ja. En kan het al zijn dat je bijvoorbeeld doordat je dat toiletgedrag, zeg maar, te snel, te gespannen, te veel druk zetten, whatever, zeg maar. Mm-hmm. Kan dat al een begin zijn van de oorzaak van... Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat je jezelf door verkeerd toiletgedrag, vaginistisch of... Nou, maar wel dat je last kan krijgen, niet. Dus. Ik zie het meer als dat het samen opgaat. Ja. Maar misschien moet ik daar even naar jou kijken. Nee, mee eens. Het is natuurlijk... vrouwen kunnen ook bij mij komen met problemen met bijvoorbeeld het plassen. Ja. Waarbij een belangrijke vraag dan ook is hoe het met vrijen gaat. Ja. Ja, mijn zinziens horen die 3 bij elkaar. Ja. Het poepen, het plassen en het vrijen. Mm-hmm. En precies wat Karin net uitlegt is dat ik heel vaak een combinatie van problemen zie. Okay. Dus dat je toch ziet dat er ook een probleem is met het plassen. Of heel snel aandrang hebben. Bijvoorbeeld door die bekkenbodem die gespannen is en die daardoor de blaas prikkelt. Of het niet goed op kunnen houden. Want ja, als zo'n spier continu maar aangespannen is, dan kun je hem ook niet meer aanspannen op het moment dat het moet. Namelijk als je hoest. Ja. Dus vrouwen denken vaak bij het niet goed op kunnen houden van urine dat het altijd te maken heeft met een slappe bekkenbodem. Maar soms is die bekkenbodem juist te strak. Dus goed onderzoek is ook heel belangrijk om uiteindelijk het juiste beleid voor elke patiënt te bepalen. Want dat is niet voor iedereen hetzelfde. Nee. Je moet echt zorg op maat maken bij dit soort klachten. Ja, en zorg op maat, Jacqueline, dat doe jij. Ja, ik vind het hartstikke mooi dat je hier bent om jouw verhaal te vertellen ook. Want je zei het in het begin al toen je jezelf voorstelde dat je zelf vaginisme klachten had. En daar ben je helemaal uitgekomen. Ja. Ja, wil je het vertellen? Nou, toen ik eigenlijk 15 jaar was, toen kon ik geen tampon inbrengen. Nou ja, ik was gewoon ziek als we moesten zwemmen, zeg maar. En ik was ongesteld. Niemand wist dat. Ik wilde dat ook niet, dat iemand dat wist. En toen ik de eerste keer gemeenschap probeerde te hebben, toen lukte dat niet. En ja, ik denk dat ik een van de weinige vrouwen ben geweest die toen vrij snel naar de huisarts ging. Omdat ik dacht, ja, er is gewoon iets niet goed aan mijn lichaam. Ja. En toen hoorde ik dat ik vaginisme had, dat werd zo gezegd. En toen kreeg ik de pilotenmethode kreeg ik mee. Dat zijn kleine, smalle buisjes die oplopen. Mm-hmm. En toen de tijd was dat, moet je bedenken, er was geen internet, niks. Dus ik was, ja, dat was wat ik meekreeg. Ja. En daar kon ik mee oefenen. En ik dacht, ja, maar ja, als ik daarmee kon oefenen, ja, dan kon ik ook wel een vinger inbrengen. Want dan wist ik hoe. Ja. En in de loop van de tijd heb ik enorm veel verschillende therapeuten gehad. Mm-hmm. Je kunt zo gek niet bedenken. En die hebben absoluut ervoor gezorgd dat ik veel lekker in mijn vel zit. Dat ik krachtiger werd, dat ik zelfstandiger werd. Maar ik raakte er eigenlijk niet opener van. En dat maakte mij iedere keer zo teleurgesteld dat ik dacht, ja... En dan probeerde ik het weer. Na zo'n therapie dacht ik, nou, dan ga ik het weer proberen. En ik kreeg gewoon nog die vinger niet naar binnen. En ja, wat er gebeurde was dat... ja, een van de ergste dingen die ik zelf had, maar die ik ook hoor van de vrouwen die ik begeleid, is dat je toch een soort gevoel hebt van je bent geen normale vrouw, je bent niet volwaardig. Ja. Ja, technisch weet je natuurlijk wel dat dat wel zo is, hè? Ja. Maar gevoelsmatig is dat heel erg sterk. En nog steeds, als ik dat van vrouwen ook hoor, word ik zelf ook geraakt op zo'n opmerking. Ja, Jacqueline, ik ben niet normaal, hoor ik dan. En dan denk ik, ja, dat was wat ik ook voelde. En dat was een van de dingen toen ik ervan afraakte, dat ik dacht, yes, nu ben ik normaal, nu kan ik. Wat alle andere vrouwen, dat dacht ik toen, ook konden. Want toen de tijd wist ik helemaal niet dat er zoveel andere vrouwen waren die er in min of meerdere mate ook last van hadden. Die dat ook hebben en die dat ook tegenaan lopen. Ja. En ja, een neerwaartse spiraal creëren op die manier. Hè? Als je denkt dat je niet goed bent zoals je bent, dan, ook al is dat lichamelijk, dan kan ik me voorstellen dat dat heel lastig is. Ja. En wat mij eigenlijk het meeste geholpen heeft is, sowieso was ik heel nieuwsgierig naar seks. Want als je iets niet kan, maar je hebt wel vriendjes, dan wil je een beetje, ik in ieder geval, wilde een beetje compenseren op andere dingen. Ja. Dus ik was heel erg nieuwsgierig in wat kan je dan van andere dingen doen. Ja. En dat leerde ik dan een beetje goed te doen. Ja. Want daarmee hoopte ik dat de mannen dan bij mij zouden blijven. Ja. En dat was overigens dan ook vaak wel zo. Want overigens heeft geen enkele man in mijn leven heeft mij ooit afgewezen op het feit dat ik vaginisme heb. Terwijl dat wel vaak is wat ik hoor van vrouwen, dat ze daar heel bang voor zijn. Ja. En, maar lijkt me ook een logische, toch? Ja. Dat vrouwen dat denken. Ja, logisch. Maar ook daar zit weer dat stukje communicatie met de partner. Ik heb ook vaginistische vrouwen in mijn praktijk gehad die bijvoorbeeld pas kwamen op het moment dat er een kinderwens was. Ja. Oh ja. Die een hele plezierige seksuele relatie hadden, heel fijn samen konden vrijen, konden klaarkomen, prettig opgewonden konden raken, die dus samen hadden geaccepteerd, het is zoals het is. En we hebben geen behoefte aan therapie, want we hebben een leuk seksleven en daar hoeft die gemeenschap niet bij. Maar dan dus pas komen op het moment dat er bijvoorbeeld een kinderwens is. Ja, want dan is het functioneel. Dan is het, ja. En ook daarbij is het dan nog steeds niet direct nodig, overigens, om gemeenschap te hebben. Er zijn hele mooie methodes die vrouwen kunnen gebruiken om zonder hulp van een dokter toch zwanger te kunnen worden. Oh ja. Zonder dat daar gemeenschap voor nodig is. We noemen dat zelfinseminatie. Dan brengen vrouwen met een klein spuitje zonder een naald, bijvoorbeeld met een dun flexibel slangetje, het zaad van de man in de schede, zodat ze toch nog zwanger kunnen worden. Maar goed, dat even over jouw opmerking inderdaad. Het hoeft niet. Hè. Gemeenschap, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, is slechts een onderdeel van seks en niet de hoofdmoot. Ik zou graag willen dat vrouwen een keuze hebben. Dat wilde ik zelf ook. Je hoeft niet altijd gemeenschap te hebben, maar daar zouden we graag... Ik wil dat de vrouwen daarvoor kunnen kiezen. Ja. Dus of niet van, wel of niet. Ja, en niet vanuit ik kan het niet. Nee. Want dan zit er een soort belemmering op. Maar als je het eenmaal kan, is het een onderdeel van een scala van dingen die je kan doen met seks. Zeg maar. Dat is het verschil. Ja. Nou, ik kan me dat voorstellen dat bij veel mensen, mannen en vrouwen denk ik, het beeld heerst dat juist het belangrijkste is. Maar dat is ook de valkuil inderdaad. Ja, dat lijkt mij. Wat ik inderdaad in de praktijk ook nog wel tegenkom, dat vrouwen zeg maar alle intimiteit met hun partner al uit de weg gaan. Dus als die achter het aanrecht al een arm om hun heen slaat, dan denken ze, oh, ik haak af, want straks gaan we de hele route. En dan, zij zijn steeds de spelbreker. Ja. Hè? Zij haken, voor hun gevoel, zij haken af op het moment dat er gemeenschap zou aankomt. Moeten volgen. Ja. En dat is natuurlijk, nou ja, het kan in het repertoire horen, ja. gemeenschap, maar dat hoeft niet per se. Nee. Maar het is voor vrouwen heel moeilijk om zichzelf steeds als spelbreker te zien. En ja. Vandaar ook dat vaak een eerste advies ook is om af te spreken, om vooral te vrijen, maar gemeenschap is verboden. Ja. Zodat die vrouw ook weer in een veilige setting kan plezierig seks kan beleven. Hebben mannen daar wel eens moeite mee? Merken jullie dat? Ja, ja. En het lijkt me niet meer dan normaal, zeg maar. Maar wat ik merk is dat mannen dat vaak moeilijk vinden om met hun vrouw te delen. Omdat ze dan bang zijn dat die vrouw weer extra verkrampt raakt. Ja. En op het moment dat ik ze allebei zie en ik geef hun aandacht op dat het heel normaal is. Dat het zou eerder, ja, ik zou me eerder als vrouw zorgen maken als mijn man het niet helemaal, dat het zo, nou, het maakt niet uit, meisje. Als ze dat zouden zeggen. Nee. Want dat zou betekenen, voor die man mag het ook belangrijk zijn. Want het is voor jou ook belangrijk. Ja, tuurlijk. En op het moment dat ook die man een plek kan krijgen van, hé, wat ik voel en de zin en de lust die ik heb, om dat heel erg graag te willen bij mijn vrouw, om op die manier intiem te zijn. Mm-hmm. Als die man, als dat er ook mag zijn, ja, merk je dat die mannen ook een beetje kunnen ontspannen. Zo van, oh, dus het is normaal wat ik voel en mijn wens. Ja. En tegelijkertijd, want dat is leuk wat je dat zei, in mijn boek heb ik een hoofdstuk gewijd aan inderdaad gedrag van vrouwen en mannen en wat daar eigenlijk aan ten grondslag ligt. Ja. Ja. En dat inderdaad het ontwijken is, oh jee, hij wil weer wat van mij. Terwijl die man die wil gewoon even een arm om je heen doen om even te tonen dat hij je gewoon heel lief vindt op dat moment. Dat hij van je houdt, ja. Niet, en bedoel, misschien wil hij ook graag seks en misschien wil hij ook graag gemeenschap. Maar dat wil hij omdat hij van je houdt en dat heel graag wil delen. Ja, ja. En nou, dat is leuk inderdaad, dat de reacties die je krijgt op dat hoofdstuk, dat vrouwen en mannen zeggen, precies, dat is wat ik bedoel, Jacqueline, wat jij opschrijft. Daar gaat het over. Daar gaat het over. Ja. Het gaat om communicatie. Ja. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Iets wat ik heel vaak gebruik in mijn spreekkamer is het woord Nivea, niet invullen voor de ander. Ja. En dus daar gaat het vaak mis. Hij zal wel denken dat, of zij zal wel vinden dat. Of, en daardoor gaat een bepaald gedrag ontstaan. En als dat maar lang genoeg plaatsvindt, is het heel moeilijk soms om dat nog te doorbreken. En wordt het ook steeds moeilijker om die stap te nemen naar hulp. Terwijl juist een stukje voorlichting, een programma als dit, wat heel belangrijk is om gewoon te zeggen, je bent niet de enige, het komt vaker voor, praat er samen over, zoek dingen op. Er is genoeg informatie beschikbaar op internet in de vorm van zo'n boek, wat denk ik een hele goede aanvulling is. En dat maakt hopelijk het gesprek open. En dan ineens, en dat zie ik inderdaad ook heel vaak in de spreekkamer gebeuren, dan komen ineens de tranen van beiden van, goh jeetje, is dat wat jij voelt of is dat wat jij bedoelt? En dan heb je al een prachtige opening om dan die volgende stap te zetten. Een stuk opluchting. Ja, en ook dan die veiligheid in te gaan van, oké, we mogen vrijen, we mogen plezier hebben samen, maar het moet vooral veilig zijn. Ja, en dat allebei, is de eerste belangrijke voorwaarde om weer die bekkenbodem te kunnen ontspannen. Ja, dat lijkt mij inderdaad ook. Ja. Jacqueline, jij hebt dat boek geschreven omdat je zelf je vaginisme overwonnen hebt. Want we praten nu alleen maar over vrouwen die het nog hebben, zeg maar. En hoe je ermee om kunt gaan. En, hè. Maar jij hebt het geschreven ook omdat je vindt dat er vrouwen zijn die dat overwinnen. En heel veel zelfs. Ja, eerlijk gezegd, er is vrij veel informatie ondertussen, vroeger niet. Maar ondertussen bekend over, en er worden ook artikelen geschreven over vrouwen die het nog hebben. Mm-hmm. En toen ik het al overwon, toen kwam ik bij een vrouwengroep terecht. Dat was toen nog een vrouwengroep met vaginisme. En die zeiden tegen mij van, goh Jacqueline, maar wat de kennis die jij hebt opgedaan. En ik als maatschappelijk werker, ik geef al jaren therapie. Mm-hmm. Je moet daar wat mee. Toen dacht ik, ja, moet daar wat mee? En op een gegeven moment dacht ik van, ik weet natuurlijk wel iets wat kan helpen. Ja. En toen ben ik daarmee gestart. En eigenlijk heb ik de media opgezocht met maar één reden. Mm-hmm. Dat ik niet meer wilde dat er één andere vrouw zou meemaken. De lange, moeizame, pijnlijke, eenzame weg die ik gegaan ben. Ja. Dat is de reden waarom ik hier zit. Ja. Dat is de reden waarom ik het boek heb geschreven. En dat ik de andere media opzoek. Ja. Omdat niet veel vrouwen durfden er openlijk over te praten. Nee. En ook ik vind dit behoorlijk spannend. Ja. Maar ik heb een doel, omdat ik denk van, ik was primair vaginisme. Dus ik had de ergste vorm van vaginisme. Ja. Er kon niets in mijn vagina. Nee. En, want wat gebeurt er dan? Stel je probeerde een tampon in te brengen. Ja. Dat lukte niet. Nee. Maar was dat alleen omdat het niet lukte, omdat het zeg maar te gespannen was? Of deed dat ook heel erg veel pijn? Ja. Eigenlijk wist ik toen de tijd helemaal niks over gespannen zijn of iets. Het enige wat ik merkte is dat als ik een vinger of een tampon probeerde in te brengen, het ging niet verder. Dus het ging niet verder. Dus ik dacht, ja, er is iets mis aan mijn vagina. Ja, want, dus we wisten toen niks van vaginisme of iets. Ik wist niets van een bekkenbodem af. Mm-hmm. En ik dacht alleen maar, ja, ik probeerde dat. En dat probeerde ik overigens herhaaldelijk. En ja, het ging gewoon niet verder. Nee. En pas later ontdekte ik dat dat te maken had met een bekkenbodemspier. En merkte ik dat het ook te maken had met de wijze waarop ik een vinger of een tampon inbracht. En ik weet nog goed dat toen ik in de Rutgershuisgroep zat, dat moest toen, zeg maar, alle vrouwen moesten in zo'n groep. Ja. En dat ze het hadden over hoe breng je dan een vinger in. En dat ik hoorde dat vrouwen deden zo'n soort prikreactie. Oh, ja. En dat ik dacht, ja, dat doe ik ook. Maar met een prikreactie, dan krijg je natuurlijk een schrikreactie. Lijkt mij ook. En pas toen, zeg maar, ik later, niet eens in die Rutgersgroep, maar later van een vriendin hoorde, ja, Jacqueline, maar waarom prik je dan? Wat denk je daar dan mee te bereiken? Ja. Maar waarom doe je niet zo heel voorzichtig naar binnen? Daar had ik nooit aan gedacht. Nee, want je dacht dat het zo hoorde of zo moest. Dat dacht ik. En blijkbaar ik niet de enige. Ja. Want dat hoor ik van meer vrouwen. Dus. En dat hoor ik van nu tijdens het begeleiden ook. Okay. En dat, dat is, zeg maar, de start geweest waarop ik mede door de enorm vele intieme details die ik van één vriendin heb gekregen, die ik echt uit heb gevraagd. Dan zei ik, ja, maar hoe dan? Hoe dan? Hoe hou je je vinger? Hoe hou je je bekken? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ja. En soms lag zij op de grond en samen zo voor te doen, in welke houding. En het was soms heel grappig. Ja. En dan liet ik haar later weer weten dat het gelukt was, zeg maar. En zo heb ik in al die stapjes, met name via haar, geleerd eigenlijk van, ja, wat werkt er eigenlijk? Ja. En merkte ik ook dat mijn kennis over seks, ja, behalve de handelingen, zeg maar, dat ging wel. Ja. Maar de kennis over hoe heb je eigenlijk gemeenschap, hoe breng je een vinger in? Nou, die was eigenlijk niet heel, die was zo weinig. Ja. Ja, en is dat bij veel vrouwen nog tegenwoordig? Ja, of hoe zie je eruit aan de onderkant? Ja. Ik maak gebruik van een educatief onderzoek. Dus ik bied vrouwen altijd de mogelijkheid aan om mee te kijken met een spiegel. Ja. En ik maak nog steeds, en nogmaals, vele mensen verbazen zich daarover mee, dat vrouwen zichzelf nog nooit aan de onderkant hebben bekeken, dat nog nooit hebben geleerd. Vinden ze dat eng of wat is dat? Ja, nou, het kan een stuk opvoeding zijn, maar het is heel vaak een stuk weer invulling. Ja. Van inderdaad onbekendheid. En daardoor daar niet naar durven te kijken, niet weten wat ze tegenkomen. Ja. Of meegekregen hebben van dat is vies als je daar naar kijkt bijvoorbeeld. Ja, dus daar ligt denk ik een hele belangrijke rol enerzijds in seksuele opvoeding, maar ook in seksuele voorlichting. Ja. En seksuele voorlichting heeft nog wel eens de neiging om heel erg te gaan richting pas op dat je niet zwanger wordt, pas op dat je geen seksueel overdraagbare aandoening krijgt, pas op dat je geen loverboy aan je, achter je aankrijgt. Ja. Terwijl ik denk, van daar is het ook belangrijk, is ontdek jezelf. Wat is plezierig, wat voelt fijn, hoe zie je eruit? Seks hoort iets te zijn wat fijn is. Gelukkig gaat daar de voorlichting ook meer naartoe. 60% van de vrouwen vrijt regelmatig met pijn. En een groot deel van die vrouwen die heeft dat geaccepteerd. En een deel van die vrouwen, en dat is ongeveer denken we 20%, vrijt vrijwel altijd met pijn. Oh. Nou, je kunt je voorstellen dat die vrouwen niet met plezier vrijen. Nee. En dat als dat te lang bestaat, dat dat dan weer gaat leiden tot vaginistisch reageren. Dus dat noem je dan, want je had het net over primair vaginisme. Ja, er bestaat dat kun je ook secundair noemen, of je kunt dat vaginistisch reageren noemen. Ja, oké. Okay. Wat Jacqueline inderdaad beschrijft, dat noemen we echt vaginisme. Ja. Kijk, eigenlijk tegenwoordig, omdat er zoveel overlap is tussen pijn en dus vaginistisch reageren en vaginisme, noemen we het vaak bij elkaar. En je moet vooral op zoek gaan naar de oorzaken. Waar komt het door? Ja. En vaginisme, zoals Jacqueline het beschrijft, komt bij ongeveer een half tot 1% van alle vrouwen voor. Dus heel veel, nog steeds. Ja. Waarbij inderdaad vaak het begint met het gewoon niet kunnen. En eigenlijk niet weten waarom het niet kan. En dan weer terug naar mogelijke oorzaken. En dan die 4 sporen natuurlijk weer bij langs. En daarbij is dat onderzoek dan ook belangrijk, want een heel klein deel van die vrouwen, daar is toch bijvoorbeeld in de aanleg iets anders dan anders. Dus de schede bevat het zogenaamde maagdenvlies. Ja. Een andere grote mythe, het maagdenvlies is geen vlies, maar is een randje weefsel. Ja. Waar heel vaak al scheurtjes in komen door bijvoorbeeld tampongebruik, paardrijden, fietsen, al dat soort dingen meer. Dus lang niet altijd bij de eerste gemeenschap. Maar in een enkel geval, dan is dat maagdenvlies heel stug of loopt het hoog op of zit er maar een klein gaatje in. En dan hebben vrouwen soms allerlei therapieën gehad en praatsessies en bekkenfysiotherapie. Maar wel heel belangrijk om ergens een keer zo'n onderzoek te doen. Ja, dat je weet. En om daarmee weer, wat Jacqueline ook heel mooi aangeeft, te laten merken aan die vrouw, je bent gewoon normaal. Ja. Er is niks, je bent niet anders als anders. Nee, je moet er alleen leren mee omgaan en je te ontspannen. Je lichaam reageert misschien anders als anders, maar je bent normaal vrouwelijk aangelegd. Ja. En dat geeft soms alweer een stukje rust om ook weer die volgende stap te kunnen zetten. Karen, jij helpt vrouwen natuurlijk meer op het technische vlak, zeg maar. Begrijp ik dat goed of klopt dat niet helemaal? Het technische dat vlak is wel, qua spieren en gebruik van spieren en ontspannen van spieren. Ja, dat is natuurlijk wel de binnenkomer. Hè? Ja. Dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel het doel. Ja. Maar daarnaast heb ik ook altijd wel veel aandacht in hoe is het met de relatie? Hoe ga je met elkaar om? Vrij je tegen je zin? Is het gemeenschapsverbod wat je wellicht van de gynaecoloog al hebt gekregen? Kun je dat goed hanteren? Af en toe maak ik mee dat vrouwen bij mij op de bank, als ik inwendig onderzoek doe, best heel goed kunnen ontspannen. Ja. En dan soms ook ineens het gevoel hebben, oh, is dat wat ik moet doen? Dat het echt een vaardigheid is die je moet leren. Ik heb iemand op mijn netvlies die met die ene keer onderzoek en die kwam daarna juichend terug. Het gaat gewoon prima. Ik deed het gewoon niet goed. Zo. Dat kan. En ik heb ook iemand op mijn netvlies die bij mij op de bank prima kon ontspannen. Maar die vervolgens ook terugkomt met dat het bij haar partner voelde dat dan toch niet helemaal veilig. Omdat haar moeder de relatie heel erg afkeurde. De partner woonde met 4 of 3 andere mannen in een huis. En ze voelde zich daar gewoon niet veilig. Dus nee. Ben ik het gesprek aangegaan, maar wat heb jij dan nodig om je veilig te gaan voelen, zodat je wel kunt ontspannen? En daar kwam onder andere het gebrek aan privacy in naar voren. Er kwamen nog wat dingen in naar voren en dat maakte dat wij ook de therapie hebben afgerond, want dan is die bekkenbodemspierspanning zo duidelijk een gevolg van het gewoon je helemaal niet veilig voelen. Ja. En ik heb haar naar een andere hulpverlener doorgestuurd. Oh, ja. En dat is wel heel fijn als je iemand zo op weg kan helpen. Dan dan is de bekkenfysiotherapie niet mislukt, maar dan heb je iemand gewoon weer een stukje verder op het pad van, het overwinnen van je vaginisme. Dat is gewoon de zoektocht. Ja. Wat heb je nodig? Want je bent ook aan het coachen. Ja, heel erg. Ja, ja. Om te kijken van wat is er te halen op mentaal en op fysiek probleem. Ja. Gebied bedoel ik. Ja. En dat is wat u denk ik ook doet, dokter Dijkstra. Ja, ik noem mijzelf psychosomatisch werkend arts. Dus dat betekent lichaam en geest zijn denk ik onlosmakelijk met elkaar verbonden. En als mensen bij mij binnenkomen, breng ik dat ook altijd aan de orde. Ja. En dan zeg ik, we gaan naar beide dingen kijken. Ik werk in een ziekenhuis, dus men ziet mij natuurlijk heel erg als somatisch, lichamelijk. Ja. Maar dit soort problematiek moet je juist naar beide kijken. En ik denk dat dat de kracht ook is. Als je alleen maar gaat kijken naar het psychische stukje, je gaat alleen maar praten over je angst, daar word je uiteindelijk niet open van. Ik zie Jacqueline inderdaad knikken. Ja. Als je alleen maar gaat kijken naar het lichamelijke stukje, wat ook natuurlijk in het verleden vaak gebeurde. Ja. Nou, ga maar liggen op de bank. En als je dan pech had, dan ging er ook nog een speculum naar binnen. Ja. Wat natuurlijk het vaginisme nog eens een keer 10 keer erger maakte. Ja. Dat werkt ook niet. Nee. Nogmaals, daarin weer iemand meenemen aan de hand, laten zien. En dat betekent ook altijd dat ik eerst een gesprek doe en pas in een tweede bezoek bijvoorbeeld een onderzoek. Of soms pas in een derde of in een vierde bezoek. En als ik merk dat er zoveel angst en spanning zit om eerst weer die veiligheid te creëren. Ja. En dan uiteindelijk proberen die twee met elkaar te verbinden. En kijken wat heeft deze patiënt nou nodig uiteindelijk als therapie. En dat is niet altijd hetzelfde. Nee, het is steeds weer anders. Ja. Ja. Waarin ben jij nog complementair, Jacqueline? Ik bedoel, als je kijkt naar dat technische stukje en een stukje coaching, dan kun jij vanuit je ervaring spreken. Ja. Ik vind overigens dat je in je boek ben je erg open en je werkt echt heel concreet met concrete hoe zeg je, situaties die je beschrijft, zodat iedereen heel goed kan begrijpen waar het over gaat. Ja. En hoe dat speelt in een relatie of tussen twee mensen of alleen bij een vrouw bijvoorbeeld. Ja. Dat is wel een heel erg mooi en helpend boek. Maar vanuit welk perspectief heb jij dat boek geschreven? Nou, toen ik startte met zelf begeleiden, deed ik het eigenlijk een beetje zoals ik zelf had geleerd. Zeg maar. Eerst het hele psychologische stuk, dat was toen de tijd ook echt, dat deed je toen zo. Maar het duurde zo lang, dus dat vond ik een beetje vervelend. Dus op een gegeven moment ben ik eigenlijk begonnen met vrouwen allerlei oefeningen en dingen te bespreken vanuit de oorzaken die we dan achterhaald hadden. Zo van altijd te kijken naar hoe kun je dat fysieke stuk nou doen. En dat kan zijn dat één vrouw zeg maar, gaat gewoon voor de spiegel staan en kijkt naar zichzelf, want die heeft nog nooit naar haar vagina durven kijken. De andere vrouw heeft dat allemaal al lang gekund. En die gaat dan kijken van hoe brengt ze een vinger in met de technieken, de hele gedetailleerde technieken die ik ook in mijn boek beschrijf. Ja. Waardoor het bijna altijd wel lukt. Ja. En tijdens dat ze dat doen, komen er dan overtuigingen, gedachten naar boven. Ja. Waar we dan samen op psychologisch stuk weer mee verder kunnen werken. Ja. Dus wat ik nu veel meer doe is heel concreet ga je aan de slag met hele praktische oefeningen afgestemd op jou als persoon, helemaal uitgezocht. En wat ik dan het allerleukste vind, is dat vrouwen dan de kamer uitgaan en zeggen, goh Jacqueline, ja, ik snap het ook niet, maar ik ben gewoon nieuwsgierig om deze oefening uit te proberen. Dan denk ik, ja, dan is er ergens iets goed gebeurd. Ja. Dat zeg moet maar, je hebben, en dan de kans van slagen is dan zo groot. Je verleidt mensen om iets... Ja. Ja, en wat ik hoor, en wat ik hoor van vrouwen die bij mij komen, ik denk dat dat is echt een meerwaarde van mij, is dat ze heel snel merken dat ik weet waar ik het over heb. Ja. En dat geeft enorm veel vertrouwen. Want je vertelt het ze ook? Nou, de vrouwen komen via het internet, bijna allemaal via het internet. Oh, ja. Okay. En zien dan mijn eigen ervaring. Ik ben daar ook heel open in. Ja. Ik heb ook gekozen om in het boek eigenlijk alle kennis te onderbouwen met mijn eigen ervaringen. En er staan behoorlijk intieme eigen ervaringen staan erin. En die van de vrouwen die ik begeleid heb. Dus ik heb het breder getrokken, want hoe ik reageer wil niet zeggen dat alle vrouwen zo reageren. Nee, dat is ook zo. En wat ik merk, dat juist de combinatie van het direct fysiek uitproberen, passend uitproberen, en dan te kijken van wat zit er nou achter waardoor het niet lukt. Of dat je het volgende stapje eng vindt en daar de overtuigingen te achterhalen. Ja. Kan je daar weer wat mee doen en dan ga je weer terug naar de volgende oefening. Ja. En merk ik echt hele bijzondere, snelle oefeningen. En niet natuurlijk bij iedereen, maar veel sneller dan hoe we dat vroeger deden. Ja. Dat hele psychologische stuk. Ja, precies. Ja. En ik denk dat zeg maar, vrouwen doen het omdat ze denken, ja, die Jacqueline die weet iets. Ja. Want ik heb het overwonnen. Ja. Zeg maar. Ja. En wat ik leuk vond is dat Peter Leuzing staat achterop mijn boek, zeg maar, die heeft een stukje geschreven. Ja. En die schrijft dat ik zeg maar, de ervaringsdeskundige ben overstegen. Nou, daar was ik wel heel erg trots op. Ja, dat is mooi. Omdat ik denk dat dat ook zo is. Zeg maar. Ja. Natuurlijk word ik nog steeds geraakt door de vrouwen, omdat het zo'n pijnlijk stuk geweest is in mijn eigen leven. Maar ik kan wel veel breder kijken en niet meer alleen naar mijn eigen verhaal. Zeg maar. Maar vind het wel prachtig dat mijn eigen moeilijke weg nu zoveel andere vrouwen kan helpen. Ja. Ja. Hebben jullie een idee hoeveel procent van de vrouwen die bij jullie komen of die hulp zoeken, dat die het overwinnen, het vaginisme of de pijn bij het vrijen? Het is moeilijk denk ik om dat in getal uit te drukken, omdat de groep zo ontzettend divers is. Ja. Hangt ook wel een beetje van die primaire of die secundaire vorm af. Ja. Met name vrouwen die eerst bijvoorbeeld wel gewoon gemeenschap hebben kunnen hebben zonder pijn, maar op een gegeven moment bijvoorbeeld pijn zijn gaan krijgen, daarna vaginistisch zijn gaan reageren. Dat is een groep die je door middel van uitleg, educatie, het stukje onderzoek, bekkenfysiotherapie, vrijwel allemaal weer zonder pijn plezierig kunt laten vrijen. Ja. 95% ongeveer. Okay. Maar juist in die groep die primair, dus die het altijd gehad heeft, dan is het heel erg zoeken naar wat heeft deze vrouw nodig. En dan zie je hele wisselende resultaten. Ja. Maar ook een grote groep die uiteindelijk toch gewoon bereikt wat ze willen. Ja. En dat hoeft dus niet dan altijd die penetratie of die gemeenschap te zijn, maar dat kan soms ook een stuk acceptatie zijn. Een stuk van, oké, ik weet nu, ik ben gewoon normaal. Ja. Ik kan functioneren als seksueel wezen, ik kan genieten van seksualiteit. Mm-hmm. Dat is voor mij dan op dit moment misschien zonder penetratie, zonder gemeenschap, maar het is goed. En dat kan natuurlijk ook een resultaat van je therapie zijn. Ja, het is ook besproken, hè? Met de partner. Er is meer veiligheid gecreëerd op allerlei gebied, hè, wetend dat je normaal bent. Hebben jullie nog een advies voor vrouwen die kampen met pijn bij het vrijen of die zeggen van het lukt mij niet? Maak het bespreekbaar. Ja, dat is dat de grootste boodschap. Maak het bespreekbaar. Ja. Ja. Ik zou nog wel willen zeggen van wat ik zo vaak meemaak is als ik uitleg, ben je voordat je zeg maar een vinger inbrengt of voordat je een penis wil inbrengen, ben je opgewonden en vochtig. En wat betekent dat dan voor jou? Ja. Is het helemaal goed doorbloed? Voel je dat het helemaal goed doorbloed is? Ben je vochtig? Ja. En dan zeggen ze, ja Jacqueline, dat ga ik uitproberen. En dan hoor ik nog daarna, ja het is gelukt en niet gelukt. En wat, dan vraag ik, waarom is het niet gelukt? Ik was toch nog niet vochtig genoeg. Ja. Dus met al mijn uitleg, met alles wat jullie waarschijnlijk ook uitleggen, zeg maar, is dat iets wat toch nog een ondergeschoven kindje is? Dat je vagina is klaar op het moment dat je opgewonden en vochtig bent. En dat kost de ene keer of de andere keer kost dat gewoon meer tijd. Ja. En met een slappe penis is het ook heel erg moeilijk om gemeenschap te hebben. En dat moet je eigenlijk een beetje hetzelfde zien. Ja. Dat is precies altijd wat ik ook in de spreekkamer uitleg met de partner erbij. Ja. Ja. Ik zeg vaak letterlijk tegen die man, heb je wel eens geprobeerd gemeenschap te hebben als je nog geen erectie had? Precies. Ja, precies. En dan kijken ze me heel raar aan. Ja. Van, ja, maar dat is, ja, nee. Dus dan leg ik met een tekening uit dat er fysiologisch in het lichaam precies hetzelfde bij de vrouw gebeurt als bij de man. En dan gaat meer bloed naar het bekken toe. En dat bloed dat zorgt ervoor dat je vochtig wordt. Ja. Want dat is eigenlijk niks anders dan een goede doorbloeding van de schede. Ja. En dat kan alleen maar weer als die prikkel hier bovenaan komt. Ja. Ja, als het prettig voelt, als het veilig voelt, als het fijn voelt. Ja. Ja, dus, en dat is vaak waar het misgaat. Want technisch is een man niet in staat om gemeenschap te hebben als hij nog geen erectie heeft. Nee. Maar een vrouw helaas wel, zeg ik wel eens. Ja, helaas wel, want daar begint ook heel vaak een probleem. Ja. Want dan is dat slijmvlies, wat heel kwetsbaar is, nog niet vochtig genoeg. Mm-hmm. Ik zeg wel eens, vergelijk het maar met uitschieten met je tandenborstel. Ja. Ja, datzelfde slijmvlies aan de binnenkant van je wang. Nou, dan heb je een wondje en dat doet pijn. Ja, dan ga je ook even een paar dagen uitkijken. Ja. Maar als je dan vervolgens wel met dat wondje aan de onderkant weer gaat proberen gemeenschap te hebben, dan kom je van de regen in de drup. Dus die opwinding is zo belangrijk. Dus heel goed dat je dat nog eens zegt. Dus ook voor de man om te weten van oké, nu kan het ook. Ja, of te vragen. Of nog niet. Ja. Of vraag het inderdaad. Ja, ook dat. Dat weer, hè. Nivea. Niet invullen voor je partner. Dus als je als man twijfelt, en heel veel mannen zijn onzeker en weten eigenlijk niet eens goed hoe ze nou moeten zorgen voor voldoende opwinding bij die vrouw. Mm-hmm. Vraag het. Of wat kan ik doen? Of wat kan ik anders doen? Ja. En als je het als vrouw dan niet weet, onderzoek het. Onderzoek het alleen of onderzoek het samen. Ja. Hoe kan jij nou plezierige seksualiteit beleven? Hoe kun jij zorgen dat je opgewonden raakt? Oké. Ja. Ik denk dat we heel veel besproken hebben hier aan tafel. En ook heel intieme gegevens hebben uitgewisseld, zeg maar. Ik denk dat het voor vrouwen die last hebben bij het vrijen, of noem het pijn bij het vrijen, of vaginistisch zijn, of vaginistisch reageren zoals jullie al zeggen, ga hulp zoeken en bespreek het vooral. Maak het bespreekbaar. Ik wens u nog een fijne dag en tot een volgende Ingezoomd. Dag.